Ik wil even met jou terug naar december 2012. Voor jou een heel pijnlijk moment. Je raakt geblesseerd in de wedstrijd tegen NAC Breda. Ja. Vind je dat je zelf anders bent gaan voetballen sinds die periode? Zeker. Het heeft lang in mijn hoofd gespeeld natuurlijk. Ik denk dat ik pas dit seizoen een beetje echt weer het vertrouwen heb gekregen. Ik heb wel lang, het was wel lang in mijn hoofd gespeeld en vooral in de duels gaan. En, dat soort dingen heeft het wel lang in mijn hoofd gespeeld. En nu gaat het wat beter, maar ik weet zelf dat ik nog veel beter kan. Merk je dat je bijvoorbeeld nog inhoudt, omdat dat nog meespeelt? Wel minder, maar soms zie je wel dat ik bepaalde duels, dat het wat laks lijkt en dat moet wel eruit. Kan je vertellen wat dat met je lichaam doet, zo'n afgescheurde kruisband en een nieuwe patella pace ja. Heb je erin laten zetten in plaats van je hamstring, want je bent een explosieve speler. Ja. Wat doet dat met een voetballer? Eigenlijk heel veel. Eerst altijd voordat ik geen blessure had, dacht ik gewoon van revalideren en gewoon weer lekker voetballen. Maar je ziet toch altijd eigenlijk heel veel tijd nodig heeft. Je moet eigenlijk alles weer leren. Je bent eigenlijk, je kan zeggen als net als een baby, je moet weer leren lopen. Ja. Je moet weer aan je loopwerk werken, hoe je moet rennen. Eigenlijk alles moet je weer opnieuw beginnen te doen. Was je beter voor je blessure? Toen was ik eigenlijk wel beter. Alles ging ook gewoon goed. Ik speelde basis met Nederlands elftal. PSV scoorde ik veel. En nu ben ik eigenlijk weer opkomend om dat niveau weer vast te houden.